Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video op TBB. Vandaag ga ik het nieuwe spel van Supercell uitproberen. En dat spel is natuurlijk Squad Busters. Waarschijnlijk kennen de meesten van jullie het al, maar laten we gewoon gelijk beginnen. Oké, daar gaan we. Oké, en we zitten in het spel. Ik moet bewegen met mijn barbaar. Oké. Oh, en dan... Oh, dan valt hij automatisch hem aan. Oké, en dan moet ik die muntjes oppakken. Dan moet ik nu hierheen lopen. Naar deze kist. Oké, en wat zit er in de kist? Oh, dan kan ik een poppetje kiezen. Ik ga natuurlijk voor El Primo van Brawl Stars. Dan moet ik doorlopen. Wat zijn dit? Een soort schoenen? Oh, als ik die ingedrukt houd, dan ga ik veel sneller. Oké, dat is cool. Dan moet ik hem stil laten. Dan killen zij als het goed is. Die skeletjes. En dan heb ik weer meer muntjes. En dan kan ik hier weer een poppetje kopen. En dan is de enige die ik kan kopen Greg. En volgens mij, ik had dit al eens gezien, dan kan die de bomen hakken. En dan kan ik, als het goed is, ja, edelstenen krijgen. Oké, ik loop even wat door. Wat is dit? Oh, dit is een hele grote edelstenenkist. Oké. De andere spelers willen ook de edelstenen. Oké, dus dan moet ik snel als eerste bij de edelstenen zijn. Oké, ik heb heel veel edelstenen. Pas op. Oh, hier zijn... Oké, ik ga deze killen. Hier. En deze ook. Dan krijg ik nog wat muntjes. Oké, hier liggen nog weer wat edelstenen die ik ga oppakken. Oké, nog meer muntjes. Oké, dan ga ik proberen deze boom om te hakken. Want dan krijg ik heel veel goede dingen. Oké, dan ga ik hier een kist openen. Ik ga weer voor een El Primo, want dan kan ik hopelijk wat beter mensen killen. Ik ga voor deze hier. Ja, die heb ik gekild. En dan ga ik ook voor jou. Oké, ik sta eerst qua edelstenen. Dat is echt een heel goed teken. Als ik deze kan killen, zou dat misschien wel nice zijn. Deze heeft ook een cold. Maar ik heb hem gewonnen volgens mij. Oké, volgens mij was dit alleen nog maar de tutorial. Dus waarschijnlijk is het niet heel indrukwekkend dat ik heb gewonnen. Maar toch vind ik het wel cool. Oké, ik moet nu weer een potje spelen. Oh, en elk potje heeft een speciale modification. Oké, dus nu... Oh, er zijn heel veel laarzen die je kan oppakken. Ik begin met een Greg, want dan kan ik snel meer poppetjes krijgen, denk ik. Oké, dan moet ik deze boom even omhakken. Dan kan ik hier weer een poppetje kopen. Dan ga ik nu voor een barbaar, want dan kan ik alle poppetjes ook een beetje gaan killen. Hier, oké, dan ga ik ook deze boom even omhakken. Dan kan ik nog een poppetje kopen. Dan ga ik een El Primo. Dus heb ik nu 3 verschillende poppetjes. Kan ik deze killen? Wat krijg ik? Nog meer schoenen. Ik heb al 5 schoenen. Zo, hé, dan ben je volgens mij heel snel. Kan ik nog een poppetje kopen. Dan doe ik dan El Primo, want die zijn op zich best wel sterk. Dan kan ik deze skeletjes hier hopelijk even killen. Ja, dat lukt. Dan heb ik hier nog meer schoenen. En hier staat een boom, die wil ik natuurlijk even omhakken. Want dan krijg ik heel veel edelstenen en muntjes. Ga ik deze boom ook omhakken. Eigenlijk moet ik misschien voor nog een Greg. Want dan kan ik die bomen wat sneller omhakken. Dus als ik een... Nee, ik kan wel voor nog een barbaar. Oh, en volgens mij ook als je 3 van hetzelfde poppetje krijgt. Dan wordt hij een soort van grotere versie. Dat ga ik ook eens proberen. Kan ik al opnieuw? Nee, dan moet ik eerst nog wat kills maken. Kan ik deze hier? Ja. Ik heb nog 2 coins te weinig. Dus kan ik deze hier? Oké, ik doe echt heel veel damage, mijn poppetjes. Oké, en ik heb genoeg munten voor een nieuw poppetje. Ga ik voor een barbaar. En dan zie je dat het een reuze barbaar wordt, ja. Oké, die barbaar is zo sterk. Oké. Dat is heel goed. Dan ga ik hier voor nog een boompje omhakken. Ik sta bovenaan weer. Maar volgens mij moet ik waarschijnlijk tegen bots. Dat is in ieder geval ook altijd in Brawl Stars. Oké, dan ga ik deze hier killen, want deze is niet zo fijn. En dan heb ik weer heel veel munten. En dan kan ik deze speler hier kopen. Killen. Nou ja, in ieder geval heb ik weer heel veel coins. Kijken of er ergens een kist is die ik kan openen. Oké, het kost 15 om een kist te openen. Even kijken. Hier is een kist. Die wil ik. Dan ga ik nu voor een El Primo. Dus heb ik ook een reuze El Primo. Oké, kan ik jou killen? Ja? Ja? Bijna? Alleen deze nog? Ja, ik heb iemand gekild. Ik heb een gratis kist, als het goed is. Ja. En dan ga ik voor nog een Greg. Oké. Ik kan nu heel veel kisten kopen. Want ik heb heel veel muntjes, omdat ik iemand had gekild. Hier kan ik nog een kist openen. Dan ga ik voor nog een Greg. Dus heb ik van alle een reuze. Dat is echt een goeie. Oh, de edelstenenmijn is open. Die moet ik even hier edelstenen gaan pakken. Dan ga ik deze hier verkillen. Zo, 33 edelstenen. Kan ik hier een soort paarse kist openen, volgens mij. Nou ja, ik heb nu nog een Greg. Oké, kan ik deze hier killen? Deze spiegeler hier? Hopelijk wel. Ik heb 46 edelstenen. Volgens mij is dat echt heel goed. Ik kan nog een kist openen. Dan ga ik voor nog een barbaar. Oké, dan ga ik deze hier killen, hopelijk. Ja, kan ik hem killen? Ja, en de mijn is open. Oké, ik heb nu heel veel edelstenen. 108, 113 edelstenen. Oké, als dat niet veel is, dan weet ik het ook niet meer. 117! Oké, ik win dit echt makkelijk. Als ik dit nog verlies, dat kan niet. Dus dan heb ik dit potje
ook gewonnen. Dus dat is echt heel erg fijn. Even kijken. Dan heb ik dus dit eerste. Oh, en ik kan een kist openen. Heb je hier een doos in dit spel? Ja. Oh, het is een soort van als Star Drops. Dus je tikt steeds en dan gaat hij eentje verder. Oké, hij is super groot. Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is als super zeldzaam. En ik heb een barbaar. 9 keer. Ik weet niet wat dat precies betekent. Maar dan zit hij in mijn squad. Oké, verzamel baby's via kisten. Oh, en dan kan ik ze sterker maken. Oh, en dan kan ik ze nu evolueren. Deze barbaar. En dan is de barbaar een klassieke. Dus in plaats van een baby barbaar is het nu een normale barbaar. Even kijken. Dit is volgens mij hetzelfde als de Brawl Pass, denk ik. Oh, en ik heb nu baby Colt. Ha, die ziet er echt heel leuk uit. Die vind ik wel grappig. Maar, even kijken. Ik denk, die moet ik even uitproberen. Dus dan ga ik nu mijn nieuwe poppetjes uitproberen. Spelen. Oké, spreuken in overvloed. Ik weet niet wat dat betekent. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Er zijn overal spreuken. Wat doen die spreuken dan? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Oké. Ik begin gewoon met een barbaar. En dan ga ik hopelijk hier... Oh, daar zie ik een spreuk dus. Wat doet deze spreuk? Genezing. Oh, dat is dus hetzelfde als met die sprintknop. Kan ik deze hier even openmaken? Ik denk dat ik dan kan genezen. Ja, oh, dan kan ik een squad genezen. Kan ik een nieuw poppetje in El Primo? Oké, dan ga ik hier hopelijk wat kills maken. Oké, hier ligt nog een spreuk. Een bom. Oké. Ik ben nieuwsgierig wat dit doet. Oké, dan ga ik deze hier killen. Even kijken. 4 edelstenen heb ik al. Dan ga ik deze kist nog even openmaken. En dan ga ik dit dingetje openen. En dan ga ik voor een Colt. Dan heb ik dus een Colt. Ik denk dat die een beetje op afstand blijft. Oké, ik ga hier een bom opgooien. Zo, hey. Dat maakte heel veel kapot. Oké, ik moet nog 1 kill. Oké, hier ligt heel veel. Even kijken. Oh, ik heb een gratis kist. Oké, dat is wel heel fijn. Dan ga ik ook voor een Greg, want die had ik nog niet. En dan ga ik hier een kist kopen. Dan ga ik denk ik voor nog een Greg, want die bomen die zijn echt goed als je die kapot maakt. Want daar krijg je echt veel edelstenen en muntjes van, waardoor je nog meer poppetjes kan kopen. Oké, even kijken. Deze doet wel wat damage. Hier is ook een soort golem. Ga ik heel veel mijn squad genezen een beetje. Ja! Oké, dus dan heb ik mijn squad een beetje genezen. En dan ligt hier weer een bom. Oké, dan kan ik hier nog een nog geen kist kopen. Dat is wel een beetje jammer. Even kijken. Wat ga ik met mijn bom doen? Ik ga hem denk ik nog niet inzetten. Oh, dat ging automatisch. Nou, dan koop ik gewoon nog een Colt. Want volgens mij is die Colt op zich wel goed. Oh, dan ga ik nu even mijn squad weer genezen. Oké, die Colts doen echt veel damage. Even kijken. Hier zijn ook van die baby draken. Oké, even kijken. Hier ligt nog een bom. Die ga ik op deze boom gooien. Werkt dat? Ja! Dan is die boom in 1 keer kapot. Wat? Oké, ik heb nog 1 muntje te weinig. Maar ik kan hier bijna... Ja, dan heb ik hier nu een muntje. En dan kan ik nog een poppetje kopen. Ik ga voor een Colt, want dan heb ik een reuze Colt. Oké, dat is volgens mij wel goed. Oké, hier is nog een poppetje die ik kan verslaan. Ik vind het wel echt een leuk spel, dit Squad Busters. Even kijken, hier. Een poppetje en dan een boom. Oké, ik heb nu 2 Gregs. Even kijken, dan krijg ik weer heel veel muntjes. Over 3 seconden gaat dit ding ook open. Maar ik ga eerst nog voor een El Primootje. Oké, dan heb ik deze dingen. En hier kan je echt heel veel edelstenen krijgen van deze edelstenen mijn. Oké, even kijken. Ik ga hier deze baby draak even killen. Ga ik mijn hele squad even weer healen. Woede, wat doet dat? Ik vind het niet zo prettig dat iemand anders al die edelstenen van het midden pakt. Dus daar ga ik even iets voor doen. Oké, die is alweer weg. Ik ga deze hier killen proberen. Woede, zet ik in. Kan ik hem nu snel killen? Ja, ik doe heel veel damage. Oké, zijn squad is bijna dood. Ja, ik heb iemand gekild. Oké, dat levert ook heel veel dingen op. En volgens mij krijg je dan dus een gratis kist. Ik ga voor nog een Greg. Dan heb ik dus ook een grote Greg. En dan ga ik voor een barbaar. Kijk, ik ga deze boom hier openen voor nog wat extra edelsteen. Bom opengooien. En dan heb ik dit potje ook gewonnen. Oké, ik vind het echt een heel leuk spel, dit Squad Busters. 107, waarschijnlijk moest ik tegen bots. Oké, ik heb een bonus voor eerste plaats. Krijg ik nu weer een doos? Ja! Volgens mij krijg je na ieder potje als je wint een doos. Oké, hij is nu een gewone doos. Zeldzame doos. Volgens mij is dit... Dit lijkt een beetje op Legendary, maar ik weet niet of het Legendary is. Is dit goed? Dat vraag ik me af. Ik ga hem gewoon openen. En wat krijg ik? Wow, dit ziet er wel echt heel cool uit. Dynamike! Volgens mij is dat wel een leuk poppetje. Oké, die zit aan mijn squad. Ik heb hier een boel portaalenergie. Oké, dan kan ik hier al... Dit zijn een soort opdrachten die ik kan claimen of zo. Oké. Ja, dit zijn de opdrachten volgens mij, of niet? Want die gaan dan hier naartoe, ja. Oké. 6000 coins.
als ik nog iets verder ben, dan heb ik ook de kobold. Maar ik ga gewoon nog een potje spelen. Ja, dit is mijn squad voor het volgende gevecht. Even kijken, hier. Een piñata party is ik weet niet hoe je dat nu moet uitspreken. Maar ik ga nu beginnen met een dynamite. Oké, een piñata is hier. Oh, daar krijg je ook munten van. Even kijken. Oh, daar krijg ik lekker wat munten van. Oké, en dan kan ik hier nog een potje kopen. Dan ga ik nu voor een barbaar, want die doet heel snel veel damage. Ja, even kijken. Dan ga ik voor deze piñata hier. Dan krijg ik nog veel meer muntjes. Ja, oké, ik sta nu tweede. Kijken, ik ga voor een colt. Dan kan ik ook een beetje op afstand blijven. Want het nadeel volgens mij met een barbaar en El Primo bijvoorbeeld, is dat je dichtbij moet komen. Ik ga naar deze piñata hier trouwens. Hier kan ik echt veel dingen krijgen. Want dan kan ik en die boom openen. Ik ga weer hier op deze boom. Oké, ik sta eerst. Ik heb 14 edelstenen. Volgens mij moet ik nu wel tegen echte mensen hoor. Oké, ik ga hier nog een poppetje kopen. Dan ga ik voor een barbaar. Oké, dan ga ik deze hier even verslaan. Ja. En dan ga ik deze piñata ook even verslaan. Je kan ook hier in het hoekje zien hoeveel een kist kost op dit moment. Dus dat is ook wel fijn. Ik ga even woede inzetten. Dus volgens mij doe ik dan veel sneller alles openmaken. Oké, dan kan ik hier een kist openen. En dan ga ik voor een colt. En dan kan ik deze piñata hier openen. Dit is heel nice allemaal. Even kijken, hier is nog een piñata. Deze doos ga ik even openen. Gaat een colt. Oké, en dan heb ik hier een piñata. Oké, kan ik deze baby draak hier killen? Ik sta nu tweede. Oh, derde zelfs. Die nummer 1 gaat volgens mij heel hard. Oké. Hier is die nummer 1. Nee, hier is de nummer 2. Kan ik daar wat damage op doen? Volgens mij wel. Oh, volgens mij is een poppetje van mij dood gegaan. Oké, dan moet ik even snel een nieuw poppetje kopen. Een dynamite erbij. Kan ik deze boom hier kapot maken. Even wachten. En dan kan ik hier nog een poppetje erbij kopen. Ik ga weer voor een dynamite, want dan heb ik een reuze dynamite. Oké, dan kan ik deze hier killen. Voor heel veel edelstenen. Oké, snel sprinten hier om al dit op te pakken. Oké, nu sta ik echt heel dik nummer 1. Oké, dat was echt een hele goeie. Om die daar te killen. Oké, en over 5 seconden gaat deze ook al open. De laatste loodje. Oké, ik ga zelf echt bijna dood. Ik moet even vluchten, denk ik. Oké, ik heb een gratis kist hier. Dan ga ik voor een colt. Ga ik op deze baby draak heel veel damage doen, hopelijk. Snel aan de kant. Oké, dat was volgens mij best wel prima ontweken. Oké, die baby draak is nu bijna kapot. Dood viel. Die is dood. Oké, dan kan ik hier nog een poppetje kopen. Een barbaar erbij. En dan ga ik naar het midden, want daar liggen heel veel edelstenen. En hier nog wat edelstenen. 134. Hoe heeft die nummer 1 zoveel edelstenen? Dat vind ik eigenlijk niet zo heel leuk. Oké, hier liggen wat. Ja, in het midden nu heel veel. Ik sta wel tweede nog steeds. Oei. En nog maar 10 seconden. Eigenlijk moet ik dan proberen hem te killen. Maar ik denk, ben bang dat hij mij killt. Ja, ik ga even wegrennen. Oké, volgens mij ben ik dit potje tweede geworden. Ik moest nu tegen echte mensen volgens mij. Ik heb het volgens mij helemaal niet zo heel slecht gedaan. 168 edelstenen. Even kijken. Tweede plaats. In totaal had ik zoveel edelstenen. Dan kan ik weer een kist openen. Oké. Ik ben benieuwd wat ik uit deze kist krijg. Deze blijft gewoon normaal. En het wordt een Greg. Hier heb je ook allemaal uitdagingen, maar dan voor coins. Nou, dat is ook grappig. Nou, dit was het dan voor deze video. Like en abonneer. En dan zie ik je weer bij de volgende keer. Doei!